Dat idee van het aanmoedigen om je best te doen, de sociale klim, dat wordt normaal gesproken altijd gezien als iets waarbij je wint. Wat kan daarmee mis zijn? Een heleboel. ...60 jaar Turkse arbeidsmigratie. Turk, gastarbeider, allochtoon. In de 60 jaar nadat de eerste Turkse arbeidsmigranten naar Nederland zijn gekomen, is de identiteit van de Turkse Nederlander onderwerp geweest van hevig politiek debat. En tegelijkertijd is deze identiteit een rijke literaire inspiratiebron. Maar bovenal is het een ervaring van 500.000 Nederlanders. Vanavond ga ik met verschillende sprekers in gesprek over de invloed van de migratiegeschiedenis op hun denken, op hun werk en op hun blik op Nederland. We staan vandaag niet alleen maar stil bij 60 jaar arbeidsmigratie, maar ook bij het 50-jarig jubileum van HİTİB. Hollanda Türkiye'li İşçiler Birliği. De eerste Turkse arbeidersvereniging in Nederland. Opgericht door humanistische en socialistische arbeiders en politieke vluchtelingen uit Turkije. En in de jaren sinds de oprichting vervult HİTİB een belangrijke brugfunctie tussen migranten en de Nederlandse maatschappij. En deze avond is, zoals ik zei, mede door HİTİB georganiseerd. En ik wil graag het woord geven aan Mustafa Ayrancı, voorzitter van HİTİB. Applaus mag. Goedenavond. Welkom. Ik heb toespraak voorbereid, maar ik ga niet voor te lezen, omdat ik heb vanochtend op Radio 1 heb ik met Sinan Çetinkaya, wij waren op de radio, toen heb ik over de 1 novemberwet. Sinan wist het niet. Wat betekent dat? Wat was dat 1 novemberwet? Toen heb ik wel beslissing genomen. Ik zeg nou, van die toespraak wat ik heb voorbereid, dat ga ik niet doen. Dat ga ik even jullie brengen naar 1974. Toen wij hebben HİTİB opgericht op 7 juni 1974. Er waren alleen mannen waren hier. Heel weinig vrouwen. En iedereen, die was bij de pensioenen. 10 mensen, 15 mensen, die slapen op één kamer. Met stapelbedden. En was ook toen heel veel illegale gastarbeider. Van Turkse afkomst. Was HİTİB eerst opgericht op 7 juni 1974 met 37... zoals net Zara zegt, gastarbeiders, politiek vluchtelingen, jongeren, socialisten. Toen hebben wij gezegd, wij moeten op strijd gaan. Er waren 3 doelen eigenlijk. Gelijke recht hier in Nederland, democratie in Turkije, vrede in de wereld. Dat was onze doelen. En de strijd over de gelijke rechten, we hebben wel gigantisch wel bereikt. Maar helaas over de democratie in Turkije. In jaren 70, jaren 80, jaren 90, dat kunnen wij nog demonstraties te organiseren. Dat durven wij wel. Maar op dit moment is het erger dan van jaren 80 van militaire coup. Strijd over de gelijke rechten, dat heb ik net gezegd. Dat was eerst opgeven de pensioenen. En toen hebben wij met de gemeente Amsterdam, de gemeente Rotterdam, hebben we een gesprek gegaan. En gelukkig dat kan iedereen fatsoenlijke woning te krijgen. 1974, toen wij vanuit Amsterdam naar Den Haag. Toen waren Spanjolen, Portugezen, Grieken, Italianen, die waren allemaal buitenlanders. Dat hebben we Platform Buitenlandse Arbeiders opgericht. Toen wij vanuit Amsterdam naar Den Haag met 25.000 mensen, we hebben een mars georganiseerd. Op 1 maart 1975, dat komt het kabinet van Acht en Daniel, en ze hebben een generaal Pardon erkend. Toen doorde van die generaal Pardon 36.000 mensen van de Turkse afkomst, Koerden, Turken, Armeniërs, Grieken, noem maar op, die hebben verblijfsvergunning gekregen.
En we hebben op dit moment 450.000 mensen van Turkse afkomst. Grote deel van die, omdat van 64 tot 74 op via van de arbeidsbureau waren 12.000 mensen waren hier gekomen. Maar op 1 maart 1975 36.000 mensen hebben verblijfsvergunning gekregen. En dat betekende 80% of 70% van jullie, ja, die zijn vanuit die generaal Pardon hier geboren. Of met zijn ouders, met familie, gezinherinnering. En daarna dat krijgen wij een ander probleem. Omdat door de gezinherinnering, dat mogen van onze kinderen niet naar de universiteit toe. Die kan naar de basisonderwijs. Omdat toen het quota was in de Nederlandse universiteit, de buitenlanders die mogen tot 8% deelnemen in de universiteit, maar boven 8%, de buitenlandse kinderen die mogen niet naar de universiteit toe. En toen hebben wij, Amsterdamse universiteit hebben wij bezet. We hebben gezegd dat mogen onze kinderen naar de universiteit toe. Het was geluk, dat is de geschiedenis van Nederland, dat de eerste keer Nederlands grondwet is veranderd. Omdat deuren open gekregen van de universiteit, onze kinderen die mogen naar de universiteit toe. Als ik dit verhaal vertel vanochtend op de radio, toen Sinan zegt, dat wist ik helemaal niet. Dat wist ik helemaal niet. Ja? En daarom dat ik heb gezegd, ik ga mijn toespraak veranderen eigenlijk. En toen was visumplicht. Mogen wij zonder visum, je familie woont in Duitsland, zonder visum mogen je niet naar Duitsland toe. Stel maar voor dat iemand van je familie in Duitsland is overleden, dat is een vrijdag gebeurd. Dat mag je wachten tot maandag, dat je maandag naar een Duitse consulaat gaat. Bij de deur moet je op de rij zitten, of dat je bent aan de buurt of niet. Dat kreeg geen visum. En wij hebben A2, A1 hebben we bezet. Echt. En we hebben een gigantisch klappen gekregen van de Duitse politie. Op de snelweg. We hebben gezegd, nee, wij willen vrij verkeer. Wij willen een vrije manier in Europa door te reizen. Dat is ook gelukt. Ja? En ook 1980, stemrecht. We mogen niet stemmen. We hebben gezegd, we betalen belasting. Ja, en wij willen graag ook wel weten hoe dat van onze belastinggeld wordt gebruikt eigenlijk. En 1986, dat wij mogen een regionaal niveau, op een gemeentelijk niveau, stemrecht krijgen. Maar wij hebben gezegd, nee, is niet genoeg. Wij willen ook een landelijk politiek. En landelijk ook verkiezingen, moet je mee te doen. En vanaf 1992, dat hebben wij ook binnengekregen. Dat was een strijd. Dat was een strijd over de toekomst van onze kinderen. En de proces van integratie. Vanaf het opgericht is, dat organiseren wij in Amsterdam. Dat je hebt 60 buurthuizen. We hebben alle die 60 buurthuizen, we hebben taalkursus georganiseerd. Dan moet je van onze mensen, dan moet je van de taal te leren. Emancipatieproces, burgerschap, dat hebben wij altijd een stok op onze handen genomen. Dat hebben wij gezegd dat we moeten gaan emanciperen en integreren in onze samenleving. Weten jullie over 1445 gulden? Nee. 1983 komt Tweede Kamer. Die zeggen, als jij wil je gezin herinneren, dat je moet je eerste 1445 gulden netto verdienen. Dat je moet je onbepaalde contract hebben. Ja? En je moet voldoende huisvesting hebben. Anders je kunt niet je vrouw, je kinderen vanuit Turkije of vanuit Marokko hier naartoe te brengen. Toen hebben wij in de Binnenhof met 30.000 mensen hebben gedemonstreerd. We hebben gezegd, dat pieken wij niet. Wij werken, we hebben het betalen van belasting. En we willen ook op een gelijke manier te leven eigenlijk. Is ook gelukt. Daarom daar ben ik trots op mijn voorzitter Nihat Karaman. Hij was toen in de Tweede Kamer
heb met Denel. Denel was minister van Sociale Zaken. Hij zegt tegen meneer Denel gezegd, meneer Denel, kun je zonder jouw kinderen te leven? Hij zegt, tuurlijk niet. Hij zegt, mijn mensen die kunnen ook niet zonder hun kinderen te leven. Die wet accepteren wij niet. Gelukkig, dat was ook opgegeven. Begin de jaren 2000, toen was de samenleving veranderd. Wij zijn ook veranderd. Ik ga één verhaal aan jullie te vertellen. 1983, misschien sommigen van jullie weten, dat Kevin Duinmeer in Amsterdam, in Dam, eerste racistische moord in geschiedenis van Amsterdam na de Tweede Wereldoorlog. We hebben een platform van buitenlandse arbeiders. Daar waren alle buitenlandse organisaties, Italianen, Grieken, waren allemaal aanwezig, politieke partij, noem maar op. Toen komt de jongen binnen, blanke jongen. Hij zegt, ik ben van de COC. Ik weet nog eens niet, wat is de COC? Ik ben socialist, ik kom uit de Turkije, ik wil een revolutie, alle problemen op te lossen. Ja, hij zegt, ik ben van de COC. Nou, ik zeg, nou, welkom. Toen we hem gezamenlijk oproep te doen. Iedereen was in de buurt, hij was ook in de buurt. Hij zegt dat wij hebben twee wensen. Vrijheid voor de homo, stop discriminatie op homo. Ik was in de shock. Ik zeg, nou, wat moet ik doen? Ja? Ik heb geleerd in Turkije. Ja? Die zijn viesruk en die mocht je niet hebben. Dat mocht je niet. En op dit moment, ik kan niet beslissing te nemen ja of nee te zeggen. Mijn achterban, ik weet niet hoe dat gaat naar te reageren. Mijn bestuur, hoe gaan we op welke manier gaan te reageren? Toen heb ik weer naar Nihat Karaman gebeld. Ik zeg, Nihat heeft dan altijd tegen mij gezegd, Mustafa, je moet je in de, als je in de vergadering bent, moet je nooit mij te bellen. Je positie wordt zwak. Maar op deze manier kan ik niet die beslissing te nemen. Heb ik naar Nihat gebeld. Ik zeg, Baskan, voorzitter, ik zit in een probleem. Ik zeg, wat is dan probleem, Mustafa? Ik zeg, ja, we zijn bezig met een vergadering. Dat iemand van de COC, hij zegt, vrijheid voor de homo, stop de discriminatie van de homo. Omdat die pamflet moet ik gaan, ook in de markt. Dan moet ik op alle talen moet ik vertaald worden. Dan moet ik in de markt, er waren geen internet, dat was geen fax, of noem maar op, moet ik met hand in hand in de markt delen. Ik kreeg klap op mijn gezicht, wat moet ik doen? Toen heeft hij tegen mij gezegd, Mustafa, het is een moeilijk onderwerp. Ga maar aan die tafel toe. Ja te zeggen. Als je vandaag voor hun rechten niet opkomt, dat morgen komt niemand anders op jouw rechten op. Dat is de geschiedenis van HITIP eigenlijk. Begin jaren 2000. Dat de eerste keer dat in Zanda, dat mevrouw Keesman wordt vermoord. En waar homo-jongen worden in de geslagen. En toen hebben wij gezegd, dit weer moet je ook op onze agenda te zitten. De bespreekbaar te maken taboe onderwerpen binnen van de Turkse gemeenschap. Zoals eergeleerd geweld, huiselijk geweld, homo-emancipatie, achterlating, even noem maar op. Dat hebben wij ook gelukkig op dit moment, dat in ieder geval wordt bespreekbaar. Natuurlijk, het probleem is niet opgelost. Het probleem is gigantisch. Ja? Maar wij moeten wel durven bespreken. En daarom, ik wil niet lang te houden. Ik roep aan jongeren, ik roep aan jullie. Wij hebben gedaan wat wij kan. Maar op dit moment hebben wij een ander probleem. We hebben 1984 in Amsterdam met burgemeester Ed van Tijn, hij was toen burgemeester, we hebben Prinshofconferentie georganiseerd. We hebben antidiscriminatiebureau opgericht. Maar helaas, op dit moment, discriminatie, racisme neemt toe. En ik roep naar jullie toe, als jongeren, dat jullie moeten de verantwoordelijkheid te nemen. Dan moet je nee zeggen. Wij zijn burger van deze land. Wij willen de lasten en lusten van de samenleving te dragen. Maar wij willen ook als burger van deze land geaccepteerd worden.
als wij dit vandaag niet doen, ja, morgen wij zijn te laat. Mijn verzoek is aan jullie. Jullie moeten bij de organisatie de verantwoordelijkheid nemen. Moeten jullie zijn, georganiseerd zijn. Ik weet zeker, als wij bij elkaar krachten te bundelen, als wij samen op naast bij elkaar te lopen, welke ideologie heb je dan ook? De discriminatie, die kijkt niet naar mij toe te zeggen, nou, Mustafa is socialist, je bent religieus. Je bent... Nee, je komt uit Turkije, je komt uit Marokko. Jullie zijn allemaal hetzelfde. Ik zeg, nee, wij zijn niet allemaal hetzelfde. Ja? Maar dat wij willen die verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen onze handen onder het vuur te steken. Maar wij verwachten van hen ook. Gisteren, de senaars vanaf 2010 tot gisteren, wij worden nooit door de staatssecretaris uitgenodigd. Gisteren kreeg ik een uitnodiging, dan moet ik naar Den Haag toe met de staatssecretaris in een gesprek. Hij vraagt, wat gaan wij nou doen? Waarom dat migranten, jongeren, die voelen niet thuis. Ik zeg, dat klopt. Migranten, jongeren, die voelen niet thuis. Om elke dag in de Tweede Kamer. Je hebt nu op 53 racistische Kamerleden. Als elke dag wordt geroept, jullie horen hier niet bij. Wat verwachtte je van mijn jongeren? Die moet ik zeggen, ik ben thuis, ik voel me thuis. Het enige wat jullie kan op dit moment doen, vanuit een Tweede Kamer. Dan moet je naar onze jongeren toe. Dan moet je jullie armen open doen. Jullie zijn onze kinderen. Als je dat niet zegt. Natuurlijk, mijn kinderen die voelen niet thuis. Ik wil de laatste nogmaals de jongeren op te roepen. Jullie moet je wel overnemen, die organisatie. Jullie moet je durven. Jullie moet je verenigen. Moet je opkomen. Zoals migratie, dat blijft vanuit Midden-Oosten, vanuit Azië, dat blijft door. Dat hebben wij altijd, die zelforganisatie, nodig. Daar jullie moeten wel deel te nemen. Ten laatste, ik wil een paar mensen bedanken eigenlijk. Vanaf december 2023 tot op heden, is dag en nacht, we hebben samengewerkt de activiteit te organiseren. Dat eerste activiteit was op 7 juni in Meervaart, waar 800 mensen waren aanwezig. Ik vind het prachtig. En we hebben recept gezongen, nu is het tentoonstelling. Ik wil Betul bedanken. Ik wil Shaban bedanken. Ik wil Peter bedanken. Ik wil Ruud bedanken dat iedereen heeft een één gezeten. Dat twee moet je alles voor elkaar te krijgen. En ik wil graag van jullie de grote applaus van die mensen wat ik heb net genoemd eigenlijk. Ten laatste, wij zijn nu de documentaire is al klaar. Toen ben ik naar Günay Uslu gegaan. Ik zeg, Günay, ik heb hulp nodig. Ik zeg, voor wat? Ja, moest dan wil je geld hebben? Ik zeg, tuurlijk dat wil ik geld hebben. Zonder geld, dat kom ik niet hier naartoe. Dank je, Günay. Hartelijk dank. Ja? Ik wil graag mijn volgende gasten uitnodigen hier aan tafel. Sinan Çankaya is schrijver en cultureel antropoloog. Hij is gepromoveerd en heeft onderzoek gedaan naar diversiteit binnen de politieorganisatie en etnisch profileren. Hij heeft erg veel prijzen gewonnen voor zijn boek Mijn ontelbare identiteiten. Lees het vooral, waaronder de Edu Perron-prijs en de Jan Hanlo Essayprijs. Welkom Sinan, warm applaus. En Murat Işık is schrijver. Ja, een applaus. En na een carrière als jurist bij de gemeente legde hij zich toe op het schrijven. Zijn tweede roman, Wees Onzichtbaar, die hier voor mij ligt, is deels gebaseerd op zijn jeugd in de Bijlmer. Hij won met dit boek talloze prijzen, waaronder de Libris Literatuurprijs. Welkom, Murat. Dankjewel. En dan hebben we Günay
Oesloem. Cultuurhistoricus en zakenvrouw. Ze promoveerde aan Universiteit van Amsterdam op een proefschrift dat zich richtte op de nationale identiteit en het erfgoedbewustzijn in het Ottomaanse Rijk. Ze heeft als docent aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt en was als adviseur betrokken bij diverse culturele projecten. In januari 2022 werd ze benoemd tot staatssecretaris voor cultuur en media in het kabinet Rutte 4. En in 2023, sinds 2023 is ze terug bij familiebedrijf Corendon als CEO. Welkom allemaal. Sinan, eerst even bij jou te beginnen. Hoe luister je naar het verhaal van de twee heren waar we mee begonnen? Met veel interesse. Dus de les van Mustafa Abi die ging verder. Ik ben blij dat ik een afzetpunt was voor je speech. Wij hadden vandaag inderdaad een radio-interview. En toen begon Mustafa ook met een opsomming van wat Hitip in het verleden al had gedaan. En ja, ik vind gewoon dat dit soort verhalen verteld moeten worden. En dat ze echt te weinig worden verteld. En dat het er bijna niet eens om gaat dat we anderen moeten overtuigen dat we erbij horen en dat we complexe, gelaagde mensen zijn. Maar dat het eigenlijk ook voor een groot deel gaat om überhaupt, ja, weet je zelf wel die geschiedenis. Ken je zelf wel dat erfgoed? Ben je zelf wel überhaupt op de hoogte van de meerstemmigheid van die levens en van die verhalen? Dit verhaal wordt eigenlijk niet genoeg verteld. Ook als je zegt, ik wist er zelf niet zoveel van. Nee, het wordt gewoon niet genoeg verteld. Mm-hmm. Ik wil ook even een rondje maken bij jullie, hè, van hoe jullie ouders hier zijn gekomen en wat voor werk ze deden. Dus begin eventjes persoonlijk. Want jouw ouders zijn volgens mij echt een beetje de klassieke arbeidsmigranten die hier zijn gekomen om te werken in een dekbeddenfabriek. Werkte jouw vader, als ik het goed heb. Ja. En je moeder was huisvrouw. Hoe zou je de verhouding van je ouders tot werk, tot arbeid beschrijven? Klassieke arbeidsmigranten. Mijn opa die kwam eerst. Die was schoonmaker. Die heeft het Centraal Station van Nijmegen schoongemaakt. Mijn vader is dus dekbeddenmaker, die is dat ook altijd gebleven. En mijn moeder die was thuis, die verzorgde de kinderen. Maar als we het, ik zei vanochtend ook, wij waren eigenlijk een maand inkomen van de armoede verwijderd. Dus we hadden niet breed thuis. En op de momenten dat we het echt moeilijk hadden thuis, dan ging mijn moeder ook werken. Dus dan was mijn moeder ook gedwongen om te werken. En wat deed zij? Zij werkte ook in fabrieken. Zij ging in de honingfabriek, werkte zij aan de vermicelli-band. De honingfabriek die bestaat nu niet meer. En zij heeft ook schoongemaakt in huizen van witte vrouwen. En het is wel grappig, want terwijl ik hier dit nu zo aan je vertel, is dat ik ben nu bezig met een nieuw boek. En ik moest eigenlijk zelf ook mijn beeld bijstellen dat mijn moeder alleen huisvrouw was geweest. Dus dat was dus niet zo. Nee. Dus mijn moeder die had inderdaad op allerlei andere momenten gewoon gewerkt. Maar dat was. Dus ja, ik heb haar ook geweld aangedaan op een bepaalde manier. Dat klinkt wel zwaar, geweld aangedaan. Ja, dat is het ook natuurlijk. Je doet mensen ook geweld aan. Omdat het is niet een toevalligheid dat ik dat ben vergeten. Ik bedoel, dat hangt natuurlijk. Daar gaat mijn werk over. Ik denk dat Murat's werk daar ook over gaat. Het gaat er natuurlijk om dat vergeten geen willekeur is. Het is geen toeval. Het hangt natuurlijk ook samen met hoe, in dit geval, want je vroeg, wat is hun relatie tot arbeid? Nou ja, in dit geval, mannen werken, vrouwen verzorgen. En dat is dus niet alleen toe te schrijven aan een soort patriarchale Turkse cultuur. Maar dat hangt natuurlijk ook samen met de kapitalistische orde. Waarin het voorheen heel gebruikelijk was dat de onderverdeling was. En praten je ouders veel over hun ontvangst in Nederland, wat ze daarvan vonden en het werk wat in het begin in ieder geval je vader deed? Was dat onderwerp van gesprek? Nee, totaal niet. Nee. Dus bij ons thuis was er het grote zwijgen. Net als wat de mevrouw in het begin vertelde. Ja, er werd niet over gesproken. Nog steeds niet. Dus daarom ben ik gaan schrijven. Ik moet die verhalen ergens kwijt. Dus ik denk dat er werd bij ons niet over gesproken. Maar wel heel erg
Zeker vanuit mijn moeder, zonder dat zij de instituties begreep, zonder dat zij wist hoe het allemaal werkte op school. Kijk, mijn ouders die hebben... Ik kom echt uit een soort arbeidersgezin, klassiek arbeidersgezin, in de zin van, bij ons thuis werd die niet gelezen. Bij ons thuis werd de Koran gelezen en soms lag de Hudiyet, lag er. Ja, en dan met coupons was er op een gegeven moment een actie en dan kon je de Thema Britannica en encyclopedie kon je verzamelen. Nou, die hadden wij op een gegeven moment in huis, dus dat werd gelezen en dat was het. Verder werd er niet gelezen. En ik denk dus dat, ja, mijn moeder die moedigde ons wel altijd aan om ons best te doen. Om ons best te doen en vooruit te komen. Maar ja, op een manier zijn ze nu ook trots. Zonder precies te weten waar ze nu trots op zijn. Mijn moeder heeft geen flauw idee dat ik hier ben, bijvoorbeeld. Of wat ik aan het doen ben met mijn leven. Ik wil straks nog even terugkomen op dat best doen en wat dat betekent. Daar heb je ook veel in je boek over geschreven. Eerst even naar Murat Ushik. Jij groeide op in de Bijlmer. Je vader was een communist of zag zichzelf als een communist. En politiek vluchteling. Politiek vluchteling. Ja. En je moeder maakte eigenlijk later in haar leven carrière. Daar heb je ook het Boekenweek essay over geschreven. Mijn moeders strijd. Jouw vaders relatie tot werk was volgens mij heel anders dan Sinan's vader, ja, bijvoorbeeld. Kun je daar iets over vertellen? Nou ja, hij had een complexe relatie tot werk. Hij is een overtuigd communist. Mm-hmm. En hij zei ook altijd van, ja, ik ga niet werken voor de kapitalisten. En eigenlijk de eerste jaren in de Bijlmer zag ik hem altijd lezen op de bank. Zag hem liggen op de bank en lezen. En 's avonds was hij weg, was hij met zijn kameraden aan het vergaderen over politieke zaken waar wij niks over hoorden. Wel discussiëren over arbeiders en arbeidersrechten. Ja, dat deed hij wel, maar daar hoorden wij weinig over. Dus het was altijd een beetje gissen wat hij aan het doen was dan. Maar ik zag hem altijd lezen thuis. En ik denk dat zien, lezen, doet lezen. Dat is een positieve prikkel. Maar ja, hij was echt tegen werken in loondienst eigenlijk. En we kwamen rond van een bijstandsuitkering. Wat natuurlijk heel pover was. 4 mensen voor één uitkering. Mm-hmm. Ze waren niet breed daardoor. Ik schaam me voor die uitkering. Ik dacht, ja, ga werken. Het is een hele complexe relatie tot werk. En mijn moeder daarentegen, die zag op een gegeven moment... die wilde eerst ons richting het VWO leiden, naar de middelbare school. En toen dacht ze, nu kan ik in al de rust zelf ook gaan werken. Jullie hebben het gered. Ik zit op het VWO, nu kan ik gaan werken. Dus toen is... zij vond het heel belangrijk om ook haar eigen geld te verdienen. Zich te emanciperen. Ook om via werk ook haar waardigheid te hervinden. Zelf iemand te zijn. En zij is toen gaan werken en het heeft er heel goed gedaan. Ik zag haar helemaal opbloeien. Eind jaren 80, begin jaren 90. En ze heeft altijd gewerkt vanaf dat moment. En 2019 met pensioen gegaan. Daar is heel trots op. Ja, ik ook. Dus voor haar was het een heel ander verhaal dan op mijn vader. Die toch een beetje... als het ging over gastarbeiders was hij dan minder, minder positief over. Hij zei van, nou ja, ontwikkel je. Ga studeren, lees een boek. En je wordt iemand, laat je niet uitbuiten. Mm-hmm. Dat was een beetje zijn standpunt. Dat vond ik zelf een beetje hard verwoord. Maar hij was heel erg pro-studeren, pro-lezen en studeren. Ga naar de universiteit, word iemand. Mm-hmm. Dus die opdracht kreeg ook mee van beide ouders om te gaan studeren. Mm-hmm. Om iemand te worden. Er blijft iemand even hulp nodig voor strijd met route vinden. Dat kan gebeuren. Je vertelde ook van, je zei in het begin van, mijn vader was tegen in loondienst werken. Wat voor effect heeft dat dan gehad op jouw carrièrepad? Want jij bent ook gaan werken, wat ik net zei, als jurist bij de gemeente. Dat lijkt me iets heel anders dan wat je nu doet, namelijk fulltime schrijven. Dus hoe heeft dat, wat voor effect heeft dat op jouw vorming gehad? Het heeft me eigenlijk niet in die zin niet negatief beïnvloed. Ik dacht wel, ik ga het heel anders doen. Nee, kwaad tot erger. Lukt niet. Ja, goed, ik studeerde op een gegeven moment rechten. En ik wist wel, ik ga jurist worden. Een beetje tegen wil en dank. Maar goed, dat was de opdracht die ik vanuit het meekreeg om te gaan studeren. En het liefst rechten. Dat was het vriendelijke verzoek aan mij om rechten te gaan studeren. En ik was zo volgzaam dat te gaan doen.
Maar ik wist wel, ja, ik ga werken, wat anders. En wel met de heimelijke wens op een dag te gaan schrijven, maar eerst maar eens gaan werken. Eerst maar eens een huis kopen en ja, op jezelf gaan wonen. Dus ik heb wel een heel ander beeld, een heel ander relatie tot werk dan mijn vader. Ja. Dus hij heeft mij in die zin niet negatief beïnvloed. Hij heeft wel gezegd van, nou ja, nu maak je deel uit van een systeem. Je bent nu, Eén van hen. Eén van hen, ja. Ja, ik dacht, natuurlijk, ja, wat anders. Ja. Ja, nou goed, dat zei een beetje grappend, ja. Hoor. Ja. En Günay, jouw vader verliet jullie, ja, zijn succesvolle boerenbedrijf in Turkije eigenlijk voor een avontuur in Nederland. En dat begon in Haarlem, onder meer restaurants en pensions geopend. En hoe vergingen die eerste jaren van jouw ouders hier in Nederland? Wat heb jij daarvan meegekregen? Nou, even refererend op de twee heren voor mij. Want Sinan, jij zei mannen werkten en vrouwen verzorgden. En eigenlijk was dat bij mij anders, want mijn moeder werkte. En de mannen in de pensions, die verzorgden mij. Dus die voedden mij op allerlei manieren. Dus ik was een soort kind van de mannen in pensions. Dus ik heb een hele andere ervaring eigenlijk. En even refererend naar jou over... Mijn vader was tegen loondienst. Mijn vader... ik denk niet dat hij tegen was, maar dat was ook niet zijn voorkeur. En niet zozeer uit politieke beweegredenen, maar omdat het best wel een kleurrijke type was. En die dacht, ik ga leven en ik ga er een feestje van maken. Dus hij was de zoon inderdaad van een boer. En hij had nog 6 broers en zussen. En ze hadden het op zich best oké. Mijn zus die zegt dan in een interview, ze hadden 500 medewerkers. Maar dat is helemaal niet zo. Ze hadden er denk ik 50, 20 of zo. Want het hele dorp bestond uit 150 mensen, denk ik. Maar ik heb haar wel eens gecorrigeerd van, hou eens even op, zo groot was het allemaal niet. Maar dat ouderlijke gezin had 7 kinderen en mijn vader was de 2e. En die had op school, zo'n dorpsinstituut, had hij Frans geleerd. En hij had gewoon over Parijs gehoord. En hij had zoiets van, ja, god, word ik boer? Of ga ik wat anders doen? En toen vroeg hij aan zijn vader van, nou, ik wil naar Parijs. Mag ik mijn erfenis alvast? En toen zei mijn opa, die zei, nou, als je je broertje ook meeneemt, dan kan je zoveel stieren. Nou, het is nog steeds een legende, 40 stieren verkocht enzovoort. Dat was een ticket. 1000, nee, kijk, hoor ik. Ja, Miral maakt er altijd 1000 van. Ja. Ja, zij is de filmmaakster. Ja. Maar in ieder geval, hij kreeg geld van zijn vader en toen is hij naar Parijs gegaan. Dat vond hij eigenlijk, hij had een heel romantisch beeld, maar dat vond hij toch niet zo'n heel... Dat past niet in dat beeld. En toen... heeft hij zijn broertje achtergelaten in Frankrijk en is hij een beetje via Antwerpen in Amsterdam gekomen. En werd hij verliefd eigenlijk op Amsterdam. En toen is hij gaan werken. Dat is een heel lang verhaal, ik hou het kort. Maar ik heb 11 mannen geïnterviewd ooit voor mijn masterscriptie. En mijn vader is de laatst levende op dit moment. De andere 10 mannen zijn overleden. Maar die verhalen van het besluit om hier naartoe te komen. Maar ook toen ze hier waren. Hoe waren hun leefomstandigheden? Wat deden ze in hun vrije tijd? Het waren praktisch vrijgezelle mannen. Maar eigenlijk hadden ze een vrouw en kinderen in Turkije. Maar ze hadden hier natuurlijk ook allerlei relaties. En ze hadden dezelfde geslachtsziektes bijvoorbeeld in kampen enzovoort. En dat zijn allemaal hele interessante verhalen. We hebben er ooit een theaterstuk van gemaakt. Nou ja, jij hebt hem gemaakt. Maar mijn onderzoek was daar een van de... Een losbandig leven. Ja, dat was Nederland. Natuurlijk een hele interessante periode. Dus dat zijn echt hele mooie verhalen. Maar mijn ouders, die kwamen dus naar Nederland, mijn vader. En die is eigenlijk heel snel gaan ondernemen. Die heeft een paar maanden gewerkt. Volgens mij iets van 6 maanden. En toen is hij pensions begonnen, cafés, concertzalen, casinos. Casino. En het was best wel een bon vivant. Was best wel een meneer die heel erg van het leven hield. Nog steeds, gelukkig hij leeft nog. En mijn moeder is het bedrijf gaan runnen, eigenlijk. Mijn vader was de marketeer en mijn moeder de CFO, operationeel directeur of zo, denk ik nu in moderne termen. En jij bent volgens mij heel vroeg uit huis gegaan, hè, om bij je zus te gaan wonen.
Je bent op een gegeven moment gepromoveerd, maar ook je broer heeft een, had een reisbureau opgericht. Daar ben je ook bij gegaan, eigenlijk gaan ondernemen. Hoe keek jouw omgeving daar eigenlijk naar? Want ik kan me voorstellen dat dat promoveren, nou, is heel erg cultureel kapitaal. Maar hoe keken ze naar dat deel van het ondernemen? En omgeving, bedoel je familie, vrienden? Of, nee, eigenlijk de ring daarbuiten, laat zeggen de witte Nederlandse omgeving. Oh, oké. Ik weet het eigenlijk niet, geen idee. Ik vond het zelf gewoon heel erg leuk om te doen. En ik denk wel natuurlijk, als je zegt van gedurende die gekke moves die ik heb gemaakt, van de wetenschap naar de cultuur, hè, van tentoonstellingen maken, maar ook een reisorganisatie starten en dan ook op in de politiek. Dat zijn natuurlijk best wel wat bewegingen. Ik denk dat ik ook nu de diagnose ADHD heb, hoor, maar dat was toen niet. Dus als ik nu kijk, dat is best wel veel. Hoe de omgeving naar kijkt, ik heb eigenlijk alleen maar best wel hele leuke mensen om me heen gehad die mij gestimuleerd hebben. Wijze vrouwen, veel. Mijn moeder onder andere. Mijn zus ook, zal ik even nu zeggen. Maar ook mannen. Weet je, gewoon mensen die je stimuleren. Die heb ik wel veel in mijn leven gehad. Maar als je echt zegt van hoe, dan neem ik misschien wat anekdotes. De eerste keer was bijvoorbeeld wat ik heel erg een confrontatie vond, was dat een witte man besloot dat ik naar het LBO moest. En omdat hij dacht dat de toenmalige VMBO eigenlijk. Ja. Toch? Of MBO? Ja, volgens mij is dat VMBO-kader, ja, denk ik. Mm-hmm. Nu. En dat was een heel aardige meneer. Was de directeur van de school. En die dacht, die zei ook van, nou ja, kind. Ik had een activistische zus. Die was er niet mee eens. En toen zei de directeur van, ja, maar meisjes, jullie gaan toch naar hun thuisland. Dan is het toch beter dat je een beroep hebt en niet gaat studeren. En ik dacht, hey, wat is nou mijn thuisland? Nou, zo begon het een beetje. Elke keer dacht ik, hey, wat interessant. Er zijn dus, ik was 8, toen keek ik, we hadden het over net Den Uyl, naar de televisie. En ik zag allemaal mannen gewichtige bewegingen doen. En vroeg ik aan mijn moeder, van, wat doen die mannen nou eigenlijk? En toen was zo'n zwart-wit televisie. En toen zei ze, die mannen beslissen over ons. En dat was ook het moment dat ik dacht, waar zijn die vrouwen nou? Waarom zijn dit nou allemaal mannen? Dus ja, gedurende mijn leven dacht ik, ik moet dingen gaan veranderen. Wat is dit eigenlijk? Sommige dingen, systemen, patronen, die werken niet heel lekker. En ik heb wel de mogelijkheid vanwege die verschillende talen, culturen. En dat is een heel mooi onderzoeks, zeg maar, positie. Kan je ook dingen veranderen? Dus ik denk dat dat een beetje mij getriggerd heeft om zoveel mogelijk te doen. Ik wil even terug naar Sinan, eigenlijk waar jij je verhaal mee eindigde. Met trots, maar ook verwachtingen van ouders. Mm. Ik las in jouw boek dat je op een gegeven moment schreef van, we willen ze niet tekort doen. Onze ouders willen we niet tekort doen. Want we willen ook niet in, kijk maar, ik zou nooit in hun schoenen willen staan, maar we willen onszelf ook niet tekort doen. Ja. En dan schrijf je een stuk later ook dat je vader tegen jou zegt van, ik neem elke dag een hap stof, hè, omdat hij in die dekbeddenfabriek werkt, zodat jij kan studeren of iets zegt, zodat jij het goede pad op kan gaan. Dat klinkt ook als een enorme druk. Of hoe, ja, ontzettende druk. Dus wat ik eigenlijk ook in het nieuwe boek doe, is ik probeer ook de migratieervaring veel meer te begrijpen vanuit een soort klassenperspectief. Ja. Omdat dat idee, ik bedoel, ik hoor het hier ook in de andere verhalen. Het idee was de hele tijd om heel hard te hollen. Ja. Hollen, hollen, hollen. Je best doen. Invechten. Strijden. En dat houdt maar niet op. En in dit boek sta ik eigenlijk stil bij wat dat betekent. Om dat de hele tijd te moeten doen. Om de hele tijd maar te bewijzen dat je ook een mens bent. Zoals ik al net zei, dat je een complex gelaagd individu bent. En dus ik denk ook dat op een bepaalde manier de valkuil is ook, dat als je dit soort verhalen ontsluit. Ik moet ook denken aan de foto tentoonstelling van Chidem Yüksel. Ja. Fotograaf, kunstenaar. Zij heeft nu de verhalen van de eerste generatie vrouwen uit Turkije verzameld, opgetekend. Zij heeft ze gefotografeerd. En ik denk dat het bij dit soort projecten, ik denk dat je ook moet vermijden dat het vervalt in romantiek. In willen bedekken met de mantel der liefde. Dat te veel, vind je? Nee, maar het is wel een risico. Ja. Kijk, het is een risico dat als je iets wil corrigeren, dat je gaat overcorrigeren. En dan wordt iets ook onecht. Dan wordt iets niet meer waarachtig. En dat is eigenlijk vooral wat ik bedoel met dat zinnetje. Ik wil
Ik wil hen niet tekort doen, maar ik wil ook mezelf niet tekort doen. En wat ik daarmee eigenlijk vooral ook bedoel, zijn de vele steken die, dit durf ik te generaliseren, eerste generatie migrantenouders hebben gemaakt ook. Ja. En nou ja, dat ben ik ook in dit boek aan het uitdiepen. Dus dat idee van het aanmoedigen om je best te doen, de sociale klim, dat wordt normaal gesproken altijd gezien als iets waarbij je wint. Wat kan daarmee mis zijn? Nou ja, een heleboel. Dus als ik zelf terugblik op mijn leven, dan zie ik ook dat juist het klimmen op de maatschappelijke ladder ertoe heeft geleid dat de afstand tot mijn ouders steeds groter werd. En dat de grote grap is dat ik moest gaan studeren, maar dat mijn studie die afstand wederom vergrootte en de kloof tussen ons vergrootte. Een klassenkloof die er ontstond. Het is inderdaad een klassenafstand. Ja. En ik ben heel blij dat je dat woord gebruikt. Want... Ja, dat heb ik van jou, hoor. Nou, oké. Ja. Ik niet mezelf. Het werpt nu al zijn vruchten af. Ja. Maar dit is dus waar ik naartoe wil. Van, heel vaak is het dan, vanuit een soort cultureel prisma wordt het dan begrepen. Maar ik zeg dan dat, ja, ik beschrijf bijvoorbeeld een scène dat ik met mijn vader naar Turkije rijd. En dit, ik weet niet waarom, maar we reden met z'n tweeën. Dat is dus een reis van 3-4 dagen. De meesten hier weten dat. Althans, trouwens, daar kan ik helemaal niet van uitgaan. En wij hebben praktisch 4 dagen gezwegen. Wij hebben 4 dagen zo ongeveer niets tegen elkaar gezegd. En ja, ik weet niet, ik vind dat op een bepaalde manier ook tekenend voor wat ik nu probeer uit te drukken. En dat is toch ook echt wel dat, ja, dat je ook een prijs betaalt voor het klimmen. En dat ik nu anders loop, anders zit, mij anders kleed dan de persoon die ik was toen ik 15 was. Dus op een bepaalde manier verloochen je jezelf ook altijd. Bourdieu die zegt bijvoorbeeld dat als je wil doordringen tot de dominante instituties in de samenleving, dat je ook altijd iets achterlaat bij de poort. Ja, die woorden komen bij mij heel hard binnen. Omdat ik hele grote delen van mezelf heb moeten achterlaten bij de poort. Omdat je anders niet binnenkomt. En ja, dat is eigenlijk vooral ook wat ik wil benadrukken. En waarom ik zo'n grote moeite heb met dat eigenlijk die migratieervaring op een hele gekke manier samenvalt met die neoliberale droom. Van die val voorwaarts op een bepaalde manier. Van het alsmaar nog meer groeien, beter worden, ontwikkelen. En ja, ik hoop daar ook wel een beetje kritiek op te spuien. Is nog zo nog ruimte voor. Okay. Moedat, herken jij dat verhaal van ja, dingen achter je moeten laten als je je eigen pad opgaat? En wat heb jij, als je dat herkent, wat heb jij, denk je, ja, achter je moeten laten? Ik wilde eerst nog een beetje aanvullen. Ja. Mijn vader wilde wel werken, maar niet in loondienst dus. Hij wilde ondernemen. En zijn droom was om een restaurant te beginnen. Dus dat ging heel lang over die droom. Mm-hmm. Dus ik kon hem maar recht doen. Ja. Dus hij wilde wel. Alleen hij wilde zelf eigen baas zijn. En ondernemen inderdaad. Dat was ook zijn droom. En je vraag is, wat moest ik achterlaten? Nou, hij vertelde net van, of dat zo is bij jou. Dat je ook dat gevoel hebt gehad van, om ergens te komen moet je ook dingen achter je laten. En misschien vergroot dat ook wel de kloof tussen jou en je ouders. Nou ja, ik merk het al in, in de Bijlmer, eerst bij mezelf houden in de Bijlmer. Ik was daar een van de weinige kinderen die het VWO deed. Dus ik merkte toen al dat dat een soort van iets achter me laten was. Hè. De kinderen uit de buurt die gingen naar het afstudeerscollege, LBO of LTS vooral, LTS. Maar ja, ik weet niet of die kloof tussen mij en mijn ouders ontstond. Wel toen ik uit huis ging. En je elkaar niet meer dagelijks spreekt. Mm-hmm. En je gaat werken. En dan is het contact wordt dan wat sporadischer. Maar ik merkte wel dat toen ik ging schrijven, dat toen ik aan mijn debuut werkte, Verloren Grond, dat gaat over een familie in Oost-Turkije, in een dorp in Oost-Turkije. En ik vroeg toen mijn ouders, mag ik jullie interviewen over jullie leven in het dorp? Hoe het voor jullie was, over jullie ouders en het leven in het dorp. Ik was een beetje huiverig voor. Ik dacht, willen ze wel meewerken? Vooral mijn vader wilde wel iets vertellen over die tijd. Maar het bleek voor hem juist, hij vond het heel fijn om te vertellen over vroeger, over zijn ouders, het dorp, zijn overleden broers en zussen. Er was een hele hoge kindersterfte in het dorp in Oost-Turkije, bij het dorp vlakbij Warto. En
En hij begon te vertellen. En hij vertelde en hij vertelde. Op een gegeven moment belde hij me zelfs op. Wanneer kom je weer langs? Hè? Ik heb nog meer te vertellen. Mm-hmm. En ik dacht, wauw, oké. Want wij spraken elkaar nooit echt inhoudelijk of in de diepte. Het ging meer over hoe is het werk? Ja, goed. Oké, hoe is het met je partner? Ja, goed. Klaar. Nou, als jullie naar Turkije zouden reizen, zou het ook 4 dagen... Ja, dan zou het wel redelijk... zou het ook wel stil verlopen, die rit. Maar ik merkte dat ik iets aanboorde door met hem te gaan zitten en me eigenlijk te interviewen, eigenlijk gewoon te luisteren. Hij vertelde, ik schreef het op en ik boorde iets aan. En ik kwam heel veel te weten over mijn familie. En ook heel veel tragiek over de broers en zussen die hij verloren had als kind. Kinderen voor hem, die hij zelfs nooit gekend heeft. In totaal, grootmoeder van vaders kant, die had 13 kinderen gebaard, waarvan er 9 overleden. Dus al heel, heel jong. Het is een van de dingen die ik nooit precies wist. Maar hij vertelde toen ook een aantal namen. Ze kregen een beetje een gezicht voor mij. Het ging leven. En hoe hij als kleine jongen als herder heeft gewerkt. Dus toen werkte hij wel als herder. Maar dat heeft wel ons wel dichter bij elkaar gebracht. Het schrijven. Ik denk dat hij ook toen zag van, oh ja. Want hij had wel, schrijven stond hoog in achting bij hem. Iemand die veel leest, dat is een veellezer. Ik merkte dat eigenlijk voor hem meer betekende dan mijn studie rechten. Het was voor hem een soort van, dat ga je gewoon doen. Dat is gewoon vanzelfsprekend, want jij krijgt die kans hier nu. Jij gaat studeren, ik had die kans niet. Jij gaat het gewoon doen. Terwijl ik nu terugdenkend en terwijl ik ook dit boek schreef, dacht ik, ja, het is nogal wat. Van een 12-jarige jongen, een buitenbeentje in de Bijlmer die gepest werd, om te eisen, jij gaat het VWO doen en daarna ook de universiteit. Dus ja, ga het maar eisen en maak het maar waar. Dat was een behoorlijke druk. Maar voor hem was het heel normaal dat ik rechten heb gestudeerd, het heb afgerond. Maar pas toen ik ging schrijven, kwam er die bewondering. En dat bracht ons dichter bij elkaar, denk ik, uiteindelijk. Ik wil jullie beiden eigenlijk nog een zin voorleggen uit het boek van Sinan. Namelijk dat hij schrijft dat de eerste generatie zich ontworteld voelde en dat de tweede generatie eigenlijk door die pijn van het wortelen ging. En ik vraag me af of jullie dat herkennen. Of jullie die pijn van dat wortelen herkennen bij jezelf of in je omgeving.